Zorgen over de verdwijning van advocaten uit Groenekan. En chaos op busstation bij Utrecht Centraal. Goedemiddag. Ongerustheid over de verdwijning van een advocaat uit Groenekan. Baron van Til verscheen vorige week niet op zijn werk en is sindsdien spoorloos. De vermiste advocaat is bij zijn kantoor in Amsterdam gespecialiseerd in ondernemingsrecht. Het kantoor zegt dat van Til deze week afwezig is en komt later vandaag met een verklaring. De advocaat is sinds vorige week vermist. Volgens bronnen pinde hij nog in Bunnik en in Drachten, maar daarna ontbreekt ieder spoor. Mensen kennen hem vooral als een hele rustige, sympathieke man en maken zich dan ook zorgen waar hij precies is. Hockeyclub Voordaan in Groenekan, waarvan Van Til sponsor is, bevestigt dat de advocaat vermist is. En ook mensen uit zijn omgeving hebben hem al een week niet gezien. In onze latere uitzending meer hierover. Burgemeester Wolfsen overlegt vandaag met minister Opstelten van Justitie over het aanpakken van misstanden in de prostitutiesector. Ook burgemeesters van andere steden zijn daarbij. Wolfsen kreeg landelijk veel aandacht voor zijn besluit om de vergunningen van de exploitanten op het zandpad in te trekken. Daarmee wil hij de mensenhandel aanpakken. Maar prostituees zeggen in het programma 1 Vandaag dat ze door de sluiting slechter af zijn. Zo is het op straat en in de hotels waar ze nu illegaal werken veel minder veilig. Wolfsen hoopt dat Opstelten hem helpt bij de plannen om de prostituees op het zandpad een eigen corporatie op te laten richten. Juweliers in de Utrechtse binnenstad hebben de afgelopen dagen bijna allemaal bezoek gekregen van een Oost-Europese bende. De winkeldieven gingen elke keer op dezelfde manier te werk. Een stelletje komt binnen, de vrouw leidt de juwelier af en de man doet een greep in de vitrine. Deze methode wordt vaker gebruikt en daarom hebben juweliers een belsysteem waarmee ze elkaar waarschuwen. Juwelier Peter van Brugge sloeg vorige week alarm nadat hij 2 Oost-Europeanen de deur had gewezen. Ik heb deze mensen binnengekregen, 6, 7 telefoontjes gepleegd voor de mensen in de buurt. Ik heb er nog 2 kunnen bellen die er rekening mee konden houden. En toen heb ik 112 gebeld. Daarna bel ik mijn eerste collega en dat was 3 minuten verder. En toen waren ze daar alweer weg. Dus het kan razendsnel gaan. Dat ging razendsnel, maar de politie heeft nog niemand op kunnen pakken. Weer een autobrand in Maarssenbroek afgelopen nacht. Opnieuw in Reigerskamp. 3 weken geleden gingen daar al 2 auto's in vlammen op. Waarschijnlijk zijn die in brand gestoken. De gemeente kondigde extra toezicht aan, maar toch konden brandstichters vannacht weer toeslaan en ontkomen. De voormalige adjunct hoofdredacteur van het blad Kidsweek hoort vandaag van de rechter of hij schuldig is aan het bezit en verspreiden van kinderporno. Justitie eiste tegen hem en zijn vriend een 30 jaar voorwaardelijke celstraf en een werkstraf. Volgens justitie hebben de mannen uit Paanbrugge bewust tientallen filmpjes en foto's gedownload en gedeeld met anderen. De gemeente Houten overlegt vandaag met energiebedrijf Eneco over het stilleggen van een van de omstreden nieuwe windmolens dit weekend. De 150 meter hoge turbine maakt volgens de gemeente 's nachts meer geluid dan is toegestaan. Het stilleggen is waarschijnlijk van korte duur, omdat eigenaar Eneco de windmolens nog aan het inregelen is. Een week na de sluiting van het stadsbusstation op Utrecht CS is het daar nog steeds een chaos. Veel reizigers moeten er nog aan wennen dat de stadsbussen nu stoppen op het oude streekbusstation. ProRail, Connection en de gemeente zetten extra wegwijzers in om verwarring te voorkomen, maar dat lukt niet altijd. Zeker niet in de drukke ochtendspits. Verwarde blikken op Utrecht Centraal. Ook vandaag zoeken veel reizigers naar hun bus. Chaos. Maar ja, op zich wel, worden we wel goed geholpen door een aantal dames die hier rondstaan met hun papiertjes. Dus ja, we gaan ook vandaag naar een nieuwe locatie, dus ik ben benieuwd. Ja. Ik dacht het te weten. Maar ik weet het niet. Nee, dank u wel hoor. Het is dan ook redelijk chaotisch. Alle stadsbussen en de streekbussen van Connection vertrekken nu van deze plek. Het drukste en gevaarlijkste punt is hier, bij de Bloemenstal. Alle bussen die aankomen of vertrekken moeten hier langs. En dat gaat verrassend genoeg over het algemeen goed. Misschien ook weer een stukje gewenning deze week. Vorige week was het echt maandagmorgen dat iedereen zoiets had van wat is hier aan de hand. En ja, dat is denk ik nu al wat beter. Al vinden sommige passagiers het ronduit onverantwoordelijk. Iedereen rent naar zijn bus toe. Maar ja, de stadsbussen zijn er nu ook bijgekomen. En vroeger was het eigenlijk alleen maar Connection. Ja, het is veel te vol. En je ziet ook dat mensen ja, gewoon gevaarlijke situaties ervaren nu. En er moet gewoon wat aan gebeuren. Net als de reizigers heeft ook Connection weinig keuze. Door de verbouwingen aan het station kan het niet anders. Maar lastig is het wel. Morgen bijvoorbeeld verandert het gebied opnieuw. Die trap hierachter wordt vanaf morgen niet meer gebruikt.
En dat betekent dat men via het oude stadsbusstation weer hier naartoe moet lopen. En in de traverse staan heel veel mensen om de weg te wijzen. En die wegwijzers blijven de komende tijd aanwezig om te helpen. En de reizigers moeten blijven opletten dus. De oudste inwoner van Rondevenen is vandaag jarig. Han Grotegoed uit Meidrecht wordt 104. Hupsie! Meneer Grotegoed was al vaker in het nieuws. Bijvoorbeeld omdat hij op 100-jarige leeftijd nog steeds mocht autorijden. Zijn rijbewijs heeft hij inmiddels uit de eigen beweging ingeleverd. Maar hij is voor zijn leeftijd nog altijd behoorlijk goed bij de tijd. Han Grotegoed krijgt vandaag onder andere bezoek van de burgemeester van de Rondevenen en van een verslaggever van RTV Utrecht. Dus vanavond ziet u meer over deze bijzondere jarige. U krijgt het weer nog van mij. Het blijft bewolkt en regenachtig. Vanmiddag wordt het hooguit 18 graden. Ook vanavond en vannacht kunnen er buien vallen. Mogelijk met onweer. Het koelt af tot een graad of 10. Dit was u vandaag. Vanavond zijn we er weer met onze uitgebreide uitzending. Graag tot dan. Heel fijne dag nog.